eerste klassers over het kamp en de eerste weken, het nieuwe vak programmeren en de vijfde klas naar Rome. Dat en meer in deze aflevering van het Bordees Journaal. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Barleus Journaal. We beginnen alweer aan ons zevende seizoen en we hebben er ontzettend veel zin in. Nu eerst, de eerste klassers gaan in de eerste schoolweek op kamp. Dat is alweer een paar weken geleden. Hoe hebben zij dit ervaren en wat vinden zij tot nu toe van het Barleus? Dat hoor je in het volgende interview. Wat is jullie leukste ervaring op het Barleus of tijdens het kamp tot nu toe? Toen we eten moesten koken. We hebben gezwommen. We gingen spelletjes doen. Het was zo erg nat. Het regende best veel. Nou ja, het was heel veel regen en zo. En ja, toen we gingen slapen lag onze hele tent vol met water. En mijn gymdocent kwam ook langs, dus we gingen een soort van sportdag doen. In de tent slapen in de regen vond ik wel leuk. Dat we gewoon met z'n allen het water indoken, dat vond ik wel heel spannend, maar ook leuk. En wat is je lievelingsvak op dit moment? Latijn vind ik op dit moment wel gewoon heel leuk. Ik denk Nederlands en dan meneer de Jager. Meneer de Jager heeft veel humor. Nee, Wolter Bos. Dat is mijn lievelingsdocent en chemisch lievelingsvak. Ik vind wiskunde vind ik wel leuk. Mijn lievelingsvak is denk ik Latijn. Ik vind beeldend echt heel leuk. En ik vind Richard ook wel leuk. En vind je het moeilijk op het Barleus qua huiswerk en toetsen en zo? Het is wel even wennen, maar het gaat wel. Tot nu toe nog niet. Het is heel veel huiswerk. Je moet extra gas geven in het begin. Maar je leert er ook van. Benjamin! 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 Sinds kort heeft de eerste klas programmeren in plaats van techniek. Maar wat doen ze daar zoal? En is programmeren leuker dan techniek? We gingen de school rond en maakten een compilatie van de antwoorden. Wat vinden jullie tot nu toe van programmeren? Liever zou ik het gewoon niet hebben. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Ja. Ik vind het op zich wel leuk. Ja, gewoon met computers werken. Als je les hebt, ja, dat is gewoon leuk. Het leuke was dat wij dus stiekem Fortnite konden kijken in de les. Dat was wel leuk. Wij vinden programmeren heel leuk. Nu we Tina vooruit hebben gekregen. Dan heb je Tina Turtle en die moet je dan allemaal kanten op laten lopen. En dan kan je die kleurtjes geven en in driehoeken en zo allemaal doen. Dan ga je eigenlijk een soort van vormpjes maken met een schildpad. En dan moet je allemaal codes invoeren en daarmee kan je dan een vorm van maken. Wie hebben jullie eigenlijk als leraar? Mark Kooijmans. Ja, Mark volgens mij. Mark, ik vind zijn stem niet echt heel leuk. Gewoon aardig, hij helpt je wanneer je hulp nodig hebt en dat is wat er nodig. Onze klas is wel best wel druk tijdens programmeren, dus hij moet soms een beetje schreeuwen. Hoi, ik ben heel hard aan het werk. Ik ook. Zijn er ook nadelen? Het zeg maar. Je moet echt heel goed nadenken, want als je één foutje al maakt, dan is het al helemaal fout. Ze verwachten meteen heel veel van je als ze beginnen met het vak programmeren. Gewoon bij één dingetje verkeerd doen, gaat het al best wel fout. Zoals elk jaar ging de vijfde klas naar Rome, maar deze keer veel eerder in het jaar en het was dan ook heerlijk weer. Wat hebben ze daar allemaal gedaan? Dat zie je in de volgende samenvatting van de reis. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni, inevitabile,
sensazioni. Non ci sono spiegazioni. Non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende. Ben je benieuwd wat er achter de schermen plaatsvindt bij het Berlevenjournaal? Je ziet het in het volgende item. Hallo, vandaag neem ik jullie mee naar ons hok. Welkom bij het Berlevenjournaal. Dit is ons hok, zoals je kunt zien. Nu, op dit moment, zijn we aan het werken aan onze nieuwe website. Kijk voor meer informatie op www.berlevenjournaal.nl. Dit is onze inspiratiemuur met allerlei grappige quotes. Hier is ons bureau en hier editen we onze video's. We gebruiken Final Cut Pro. En dit is de tafel waar we met ons hele team vergaderen. En dit is onze chillbank als we even een pauze nodig hebben. En als we vergaderen, dan schrijven we hier al onze ideeën op. Hier zie je de posters van het Berlees Movie Night van vorig jaar. We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van dit jaar, dus hou de website goed in de gaten. Dat was het alweer voor dit journaal. Wil je ook meedoen met de productie? Mail dan naar journaal@berlees.nl. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.